Ja, details, details zijn toch in elke tak van sport belangrijk. Ook als je houder bent van een roofdierenpark. Want vergeet dan niet dat er altijd iets tussen jezelf en je roofdier in moet zitten. Want ja, roofdier. Deze man kwam er gelukkig alleen met een paar kleerscheuren vanaf en veel hoon op sociale media. Ook wat opbouwende kritiek vandaag voor deze twee sympathieke jongens. De breinen achter Hive's kloon Hyven, die vandaag uit de startblokken spoten. Binnen no time vandaag 15.000 nieuwe leden. Want ja, wie is er niet op zoek naar een privacyvriendelijk alternatief voor Facebook? Alleen bleken de jongens zelfs de meest elementaire beveiliging nog niet op orde te hebben. Oftewel, Hyven is zo lek als een mandje. Dat proberen ze nu koortsachtig te fixen. Ja, we zullen maar zeggen dat het erbij hoort bij ondernemen, bij vallen en opstaan. Op zich niks mis mee. Doet het grote Facebook het dan zoveel beter? Nou ja, qua beveiliging sowieso, begreep ik. En qua privacy lijken ze ook de goede kant op te gaan met de komst van nieuwe features die Mark Zuckerberg vandaag aankondigde. But you should have the ability to go in and clear your history at any point that you want. So we're working on a version of this for Facebook too. It's a simple control where you can clear your browsing history, what you've clicked on, the websites you visited and so on. And we're going to call it Clear History. Ja, klinkt allemaal geweldig, behalve dan dat dit gepresenteerd wordt als een initiatief van Facebook, terwijl het eigenlijk een vereiste is vanuit de nieuwe EU-privacy-wetgeving. Dus ja, tot zover dan weer de oprechte goede bedoelingen, vrees je dan. En dat gevoel begrijp je helemaal als je leest dat deze John Coombe weggaat bij Facebook. Medeoprichter van WhatsApp, wat hij verkocht aan Zuckerberg's Facebook, waarna Coombe aanbleef om onder andere voor te waken dat gegevens en communicatie van WhatsApp-gebruikers streng beveiligd bleven. Maar hij gaat nu alsnog weg, want ligt overhoop met Zuckerberg, die naar verluidt wel data van WhatsApp-gebruikers toegankelijk wil maken voor adverteerders om meer geld te verdienen. Nou, het vertrek van Coombe, dat noemt techjournalist Daniel Verlaan in ieder geval beangstigend. En Coombe, ja, heeft om een extra statement wellicht te maken ook aangekondigd zijn Facebook-profiel te gaan verwijderen. En hij had zoveel haast om weg te komen dat hij afzag van 1 miljard dollar beloning in aandelen Facebook die hij had kunnen krijgen als hij nog even was blijven zitten. Tja, maar goed, nu moet worden gezegd, hij heeft al ettelijke miljarden geïncasseerd. Dus ja, een miljardje meer of minder maakt dan kennelijk ook niet meer uit. Wie nog wel moet letten op de kleintjes is de CEO van de Britse supermarktketen Sainsbury's. Want ja, hij moet het doen met een schamel miljoentje of twee per jaar. Ongetwijfeld mede afhankelijk van zijn resultaten. En in dat opzicht zat het even mee, want hij gaat een overname doen, waardoor de koers van het aandeel Sainsbury's een flinke sprong maakte. En terwijl hij zat te wachten om daarover op tv geïnterviewd te worden, genoot hij zichtbaar van zijn succes. We're in the money, the sky is sunny. Let's lend it, spend it, send it rolling. Ja, lekker uitbundig, maar het viel toch niet helemaal in goede aarde. Dus achteraf duizendmaal excuses, want hashtag ophef. En hij wilde natuurlijk niet de indruk wekken dat het hem alleen maar om het geld ging. Terwijl ja, aan de andere kant, hij zit er toch ook om dat geld te verdienen. Laten we daar nou niet moeilijk over doen. Ook de moeilijkste niet is Donald Trump. Zou je denken als je leest dat Europa vandaag minimaal een maand uitstel krijgt van importheffingen op staal en aluminium. Maar ging de vlag uit in Brussel en andere regeringssteden in Europa? Wel nee, want het gevaar van heffingen is nog niet geweken. En waarom hebben we het hier überhaupt over, zegt Europa? Waarom niet gezamenlijk optrekken tegen de schadelijke handelspraktijken van China? Ja, goed, Trump ziet dat toch anders en wil alleen afzien van heffingen als Europa akkoord gaat met quota. Oftewel een maximum op de hoeveelheid staal en aluminium die naar de VS geëxporteerd mag worden. En daar begrijpt econoom en Nobelprijswinnaar Paul Krugman dan weer geen snars van, meldt hij op Twitter. Want ja, importheffingen zijn wat hem betreft al een slecht idee, maar daar verdien je tenminste nog wat aan als VS. Met een toch al giga begrotingstekort. Maar quota zijn wat hem betreft helemaal contraproductief. Maar ja, Trump is en blijft onnavolgbaar, zullen we maar zeggen. Zo ook deze Lennis Salcido, 3 jaar oud, honkballer, die van het derde honk naar de thuisplaat mag lopen. En dat doet hij op geheel eigen wijze, in slow motion. Ook al wordt er druk op hem uitgeoefend. Ja, het ventje is ergens aan begonnen en dan maakt hij het ook zo af. Of het ooit een tophonkballer gaat worden, dat valt te bezien. Maar een groot entertainer, dat zou zomaar eens kunnen. Want met dit filmpje bereikte hij vandaag in ieder geval letterlijk een miljoenen publiek. En dat doen wij hem vooralsnog niet na. Tot zover de opmerkelijkste RTLZ Topics op social media. Tot later.